Thijs Hendricks Tweewielers in Wanrooi is dé specialist in de regio voor uw fiets en accessoires. Zondag 23 september kan er weer gefietst worden in de prachtige omgeving van Meel ten bate van het project Centre Simama, het levenswerk van Pater M. Konings in Congo. Henk Ermers, u bent voorzitter van de Meelse Missievrienden. Wat zijn de Meelse Missievrienden? De Meelse Missievrienden is een werkgroep in Meel die zich al jarenlang inzet om één keer per jaar een fietstocht te organiseren voor Pater Konings. En drie keer per jaar een kledinginzameling te doen, ook voor Pater Konings, oftewel Centre Simama, zijn project in Congo. Een gedeelte van Afrika. Wat is zijn project precies in Congo? Zijn project zou je kunnen samenvatten als zich inzetten voor de gehandicapten daar om te komen tot een zelfstandig levensonderhoud. De stichting heeft al meerdere malen financiële bijdrage geleverd. Wat is daar ondertussen al van gerealiseerd? Nou, dit jaar is de 29e fietstocht. We zijn begonnen met de fysiotherapieruimte en fysiotherapiehulpmiddelen. En via loopkrukken, rolstoelen, een timmeratelier, naaimachines, ergotherapeutische spullen, zijn we uiteindelijk beland bij het project van dit jaar. Waar wordt er dit jaar voor gefietst? Waar is nog een financiële bijdrage voor nodig? Nou, 3 jaar geleden hebben we gefietst voor een sportzaal waar fysiotherapie gegeven kon worden en waar gesport kon worden. Vorig jaar hebben we voor fysiotherapie middelen gezorgd. Dus bijvoorbeeld een grote bal, een brug waar mee geoefend kunnen worden. En dit jaar wil Pater Konings heel graag een paar rolstoelen hebben voor mensen die zich nog verder willen ontwikkelen in een motoriek, maar die ook heel sportief en heel vaardig zijn in sport. Bijvoorbeeld kunnen volleyballen of kunnen basketballen in een rolstoel. Er zijn 2 routes uitgestippeld. Hoeveel kilometer? 25 en 40 kilometer, onderbroken door 2 pauzes, waar mensen kunnen rusten, ondersteund door muziek, wat kunnen consumeren, wat kunnen bijkletsen en even op adem kunnen komen om de laatste kilometers weer te vervolgen. Hoe laat kan er gestart worden en waar? Het kan gestart worden tussen 12 en 2, dat is al jaren hetzelfde. Alleen dit jaar voor het eerst in Mille Zweert en niet meer in de concertzaal. Hiervoor wordt de Kerkstraat afgesloten en het stukje richting de Hoogstraat is al afgesloten. Waardoor we alle rust en ruimte hebben om een fatsoenlijke startplek en eindig een finishplek te hebben. Er wordt dus ook gefinished bij Mille Zweert? Ja, er wordt ook gefinished bij Mille Zweert. Dus mensen buiten de gemeente Mille die met hun fiets komen, door middel van een rek of wat dan ook. Die kunnen daar een auto veilig parkeren, maar ook op de Marktplein, om mee te doen aan de fietstocht voor het opbrengst van Pater Konings. Daar is achteraf nog een programma in Mille Zweert? In Mille Zweert is het na een rad van avontuur. De Meelse ondernemers stellen daarvoor prijzen beschikbaar. En door middel van loodjes die mensen kunnen kopen, kunnen ze een prijs winnen. En voor de kinderen is er een springkussen bij de kerk. Opgave voor deze fietstocht is niet noodzakelijk? Opgave is niet noodzakelijk. De kinderen kunnen meedoen door sponsoracties. Daarvoor zijn we vandaag op de scholen geweest in Wilbedoord en in Meel. En de volwassenen kunnen inschrijven bij de startplaats en krijgen dan een route en een stempelkaart en kunnen zo starten.